Ja, Didion, jullie verliezen vandaag met 2-4 van Spakenburg. Dit was niet nodig geweest, denk ik. Nee, ik denk, het ging allebei de kant op vandaag. Veel ruimtes aan allebei de kanten. Ik denk dat wij de eerste goede kans krijgen op 1-0 in de eerste helft. Ook in de tweede helft krijgen wij daarin nog, denk ik, de beste kans op 1-0. Alleen dan valt hij meteen aan de andere kant. Daarna krijg je een moment op 1-1. Valt hij ook weer meteen aan de andere kant. Dus daarin pakten zij wel op de goede momenten de doelpunten. Scoor je 2-1. En dan krijg je iets meer druk erop. En dan door een individuele fout is eigenlijk denk ik het breekpunt in de wedstrijd. Wordt het 3-1 en dan zie je wel dat we heel veel ruimtes weggeven. Ja, want die 1-3 die kwam uit een foutieve terugspeelbal van jou. Wat ging er mis? Was het de wind? Nou ja, kijk, die ballen die kwamen er overheen. En daarin waren zij wel dreigend. En hij stuit het stil en ik wil met mijn linkerbeen terugspelen. En ik raak hem aan de onderkant van mijn voet. Dat is gewoon slecht gedaan. En dat is gewoon mijn fout. Is dat de breekpunt in de wedstrijd geweest, denk je? Ja, ik denk wat ik net zeg. Je krijgt goede momenten op 1-0, op 1-1 daarin. En op 2-1 krijg je iets meer druk op hun. En als het dan 3-1 wordt met nog 20 minuten te spelen, denk ik, dan is het kut. En dan is het wel een breekpunt, ja. Ja. Is dit een smetje? Want jullie waren best wel goed bezig in dit jaar. Ja, smetje. Ik denk niet dat we er zo bij stil moeten gaan staan. We kregen nu 3 keer een jong ploeg. Ik denk dat daarin voor ons ook mogelijkheden liggen. Wij moeten gewoon de draad weer zo snel mogelijk oppakken. Ik denk dat we nog in 9 wedstrijden genoeg punten moeten pakken om ons veilig te spelen. En daarom moeten we op ons gewoon gaan focussen. En dan dit zo snel mogelijk vergeten. Ik denk ook dat je uit deze wedstrijd best wel veel goede dingen ook kan halen. Ja, ik denk dat we genoeg kansen daarin hebben gecreëerd. Je scoort 2 keer tegen Spakenburg, dat zijn allemaal geen slechte dingen. Maar 4 doelpunten tegen en daarin wel veel ruimtes weggegeven, dat moet beter. En,